Kunt u vertellen wat het project hersengymnastiek is? Er is veel vraag voor alternatieven, omdat medicatie wel effecten laat zien, maar niet voor alle kinderen, bijvoorbeeld 30% niet. En er zijn ook wat bezwaren van ouders soms om medicatie bij hun kinderen te proberen, dus daarom is daar veel vraag naar. En neurofeedback is een methode waarbij hersenactiviteit wordt via een computer teruggekoppeld aan een kind, die zelf zo de afwijking kan gaan zien en ook leren aan te passen. En het doel daarvan is om aandacht te verbeteren. En de derde training is sport. Dat is ook 10 weken lang. En daarbij wordt op een intensief niveau getraind om zo de hersenen te stimuleren. Nou, dit is een computer. En in die computer worden deze dingen aangesloten. Dit zijn dus de metertjes. En deze komt bovenop je hoofd terecht. En die meet de hersenactiviteit. En die geeft in real time, dus direct op het scherm, een feedback daarover, waardoor een kind kan leren wanneer hij in een aandachtige staat is. Wat zij zien als ze aangesloten zijn, is een vliegtuigje. Het gaat op en neer, dus ze moeten het vliegtuigje besturen. Niet per se in snelheid, maar in hoogte. En zij moeten het vliegtuig omhoog krijgen. En als dat goed genoeg lukt, dan kunnen ze punten verdienen. En zo kunnen ze in een spelvorm leren wanneer ze aandachtig zijn en wanneer de hersengolven daar goed bij passen in een aandachtige staat. Wat is eigenlijk het doel van deze hersengymnastiekstudie? Nou, omdat er dus vraag is naar alternatieven voor medicatie, zoeken we ook nog naar twee andere die enigszins wel onderzocht zijn, maar nog niet heel strikt. Dus nog niet een hele goede wetenschappelijk design, en dat doen wij wel.